De Surinaamse luchtvaartmaatschappij, SLM, is vandaag gestart met een rechtstreekse verbinding tussen Aruba en Orlando in de VS. De inaugurele vlucht vond vanmorgen plaats vanaf Reina Beatrix International Airport van Aruba naar Orlando. De SLM voert al langer dan 10 jaar via Aruba lijnvluchten uit naar Miami. Met de toevoeging van Orlando aan het vliegschema wordt een nieuwe dimensie toegevoegd aan de samenwerking, zei SLM-directeur Robbie Lachwitsing bij de plechtigheid voorafgaand aan de inaugurele vlucht op de Arubaanse luchthaven. Hij ziet in de nieuwe operatie win-win partnerschap tussen de vliegmaatschappijen en het eiland. De wekelijkse vluchten naar Aruba, van Aruba naar Orlando in Florida zullen voor zowel SLM als Aruba voordelen opleveren. De SLM als carrier en Aruba vanwege de toeristen die Suriname Airways naar het eiland zal brengen. Zowel de SLM als Aruba geloven erin dat er voldoende aanbod van passagiers is voor een duurzame operatie voor de SLM.